Oké, wij zijn net terug in totaal. Ik ben echt helemaal kapot. Wij zijn dus naar de Beach Club geweest. Toen hebben we daarna een massage gehad. En daarna zijn we naar het hotel gegaan. Heb ik even gedoucht. Ik had mijn haar nog niet gedaan. En ik had me ook helemaal niet opgemaakt. Ik ben toen zo naar de mall gegaan. We hebben de laatste dingetjes gekocht die we wouden. En een paar cadeautjes gehad voor vrienden. En des eten hebben we even snel een hapje gedaan. Toen zijn we naar het hotel gekomen. Ik kan in Bali gewoon niet opblijven. Ik kan maar tot maximaal 11 uur opblijven. En dan moet ik echt naar bed. Ik ben nu dus ook echt helemaal kapot. Ik wil vandaag nog wel even een masker voor mijn gezicht. Ik wil vandaag nog even wel een gezichtsmasker gebruiken. Want mijn huid is echt aan toe. Zoals je ziet, ik ben hier echt helemaal verbrand. Hier op mijn voorhoofd ben ik verbrand. En mijn huid is gewoon echt heel gevoelig geworden. Kijk hoe het wel handig is om te filmen. Volgens mij wel, alleen de belichting is iets minder. Oké, ik heb mijn camera eventjes op mijn doosje gelegd. Want anders moet ik hem vasthouden. Ik heb deze drie maskers mee van May Beauty. Ik heb de face gel om door de huidcellen te verwijderen. Ik heb de pore mask mee voor de grove poriën. En ik heb de peel-off nude mask mee. Die is voor grove poriën, voor olie, door de huidcellen en imperfecties. Alle drie de maskers doen wat anders. Ik ga even lezen wat het beste is om te gebruiken op welke plek. Want ik ga ze alle drie vandaag even gebruiken voor de eerste keer. En ik ben echt benieuwd. Ik ga nog wel even lezen wat het beste is om te doen, want ik ben hier natuurlijk een beetje verbrand. Kijken wat handig is om te gebruiken en dan kom ik zo op even terug. Oké, ik ga deze opdoen in mijn neus met uitzondering van dit stukje waar het verbrand is. Want ik ben bang dat het anders niet goed gaat komen. Een zakje. Het is weer die zwarte masker. Die kennen jullie wel. Die doet best wel pijn altijd als je hem eraf trekt. Dus die echt mee oppassen. Ik doe hem gewoon even hier op. Zo. Even een stukje gewoon voor vandaag. Ja, ik was echt bang dat het niet goed gaat komen. Zo, klein stukje. En deze stond erop dat dit de voormask was. Kijk. En deze kan ik gewoon eraf wassen. Dus die doe ik gewoon wel hierop. Die hoef ik zo niet eraf te trekken. Dus ik ga deze gewoon hierop doen. Een beetje op deze, en dan ga ik deze doen. Deze is echt bedoeld, zeg maar. Deze is echt bedoeld voor de grove poriën. Dus ik doe gewoon lekker op deze. Oké, en dan hebben we de face gel. Dat vind ik het fijnste tot nu toe. En deze ruikt echt zo lekker naar bloemen. Ik doe me denken aan een beetje aan de body shop geur. Die doe ik gewoon op mijn wangetjes. Het regent trouwens keihard buiten. Ik laat jullie zo even zien. Even hier. Een beetje hier. Moet ik al erin lopen smeren, zodat het door de huid zal eraf gaan. Heerlijk. Ja, ik trouwens het mijn huid uit van dichtbij. In ieder geval, ik ga nog even verder. Ik laat je alvast zien hoe het er buiten aan toe gaat. Oeh. Netjes friends aan het kijken. Kijk. Zo ziet het er buiten uit. Ik vind het geluid eigenlijk zo lekker. Vooral als je gaat slapen. Oh mijn god. Echt lekker. Kijk, ik ga ondertussen even de bad vullen. Ik heb mezelf beloofd om gewoon één keer in bad te gaan hier. Even kijken. Wat moet ik hierin doen? Bath bomb. Ik ben echt nog nooit in bad geweest. Ik ga stuk.
jee, de bad is eindelijk vol. Ik besef, ik heb thuis gewoon een bad en ik ga er nooit in. Dat is een bad. Het is echt chill. Echt lekker. Moet ik thuis ook gewoon vaker doen. In ieder geval, ik heb mijn masker ook eraf gehaald en mijn huid glimt helemaal. Mijn huid ziet er echt goed uit nu. Kijk, ik ga mijn zwembad maken. Dit is de traditie in Bali. Elke ochtend, man. Oké, ik heb een Italiaanse ontbijt. We hebben fruit besteld, eitjes, brood. En kijk wat ik hem heb aangeraden. En zijn ontbijt er veel lekkerder uit dan die van mij. Sorry. Oh, ik ben echt boos. Het ziet er echt goed uit. Ik weet eigenlijk niet wat dit is. Ik ga het maar proeven. Eet smakelijk. Are you ready? Goedemorgen, het is vandaag woensdag en is alweer onze laatste dag in Bali hier. We vertrekken zo met een uurtje al naar de luchthaven. En we moeten overstappen in Singapore en daar blijven we zo'n 6 uur. Dus we hebben nog best wel een lange dag te gaan. En ze is mijn koffer aan dicht doen. Ik heb echt met heel veel moeite alles erin gepropt. En ze heeft me erbij geholpen. En het zijn andere tassen. Ik heb hier net cola gemorst. Ja, echt top. We moeten maar even veel fooi geven en zien, want dat kan echt niet. Oh ja, we zijn fooi achteraf. Dit is trouwens mijn outfit vandaag. Ik heb een jurkje aan van Zara met deze slippertjes. Gewoon lekker fijn. Deze ga ik in Singapore gewoon dragen en daarna doe ik een trainingspakje aan. Serieus, hoe perfect is deze lengte van mijn jurk? Het is voor langere vrouwen iets te kort, maar voor korte vrouwen is deze echt ideaal. Hij is perfect op mijn enkels zo. Hey, goed verhaal. Wij gaan vertrekken. Oh, trouwens, ik heb nog drink in de koelkast, hè. Het regent nu echt super hard, maar ik heb echt nog nooit zo hard van regen genoten als in Bali. Ik vind het zo fijn. Ik ben nu momenteel allemaal vlogs aan het downloaden voor in het vliegtuig, voor als ik me verveel. En Nesmi heeft op Netflix allemaal dingen gedownload laten zien. Dus het allemaal films en series te downloaden. Friends. Want je hebt in die Garuda Airlines heb je echt niks, hè. Echt, die films en zo zijn echt niks aan. We hebben vandaag gelijk na ons ontbijt een massage gehad. En dat is echt super fijn. Nessie neemt tegenwoordig de massage met vier handen. Dus dan krijgt hij 2 vrouwen elke keer. Maar het is wel echt super fijn, hè. Maar dan worden je voeten en je rug gewoon tegelijkertijd aangepakt. Ik snap niet waarom ik dat niet heb gedaan, man. Ja, ik weet niet, ik vind het zo druk. Weet je wel, als we bijvoorbeeld in dezelfde kamer zijn, ik en Nessie op 2 bedden, dan zijn er dan 4 vrouwen om ons heen. Ik vind dat veel te veel. 5 voor mij. Oh my god. Oké, ik ben nu deze aan het downloaden. Ik hoop echt dat het net nog lukt, want de taxi komt eraan. Want ik wil dit echt heel graag zien. Oké, de taxi is er nog steeds niet. Ik ga heel snel dit proberen te downloaden. Nessie, ben je uitgerust na deze vakantie? Zeg wel. Ja? De massages hebben wel heel goed gedaan. Ik vond het wel lekker. Alleen, ik zit vandaag gewoon weer in mijn hoofd te denken van shit man. Het echte leven begint gewoon weer over 24 uur. Ik heb daar denk ik wel minder last van mijn voeten. Daar heb ik wel weer zin in. Hij heeft vandaag meegeholpen mijn koffer in te pakken. En aan de ene kant is het echt super. Ik heb het gedaan. Weet je wat rot is? Als je het zelf inpakt, weet je gewoon waar je alles gewoon zelf in doet. En nu kon ik mijn nepwimpers niet vinden en voel ik me heel gekaal. Ziet er mooi uit. Ja, mensen vinden het echt veel leuker als ik geen make-up op heb en geen bumps en zo. Gisteren was ik zo naturel naar de mall gegaan en gaf me de hele tijd complimenten. Wij zijn inmiddels aangekomen op de luchthaven in Bali, in Denpasar. En wij zitten nu bij Laplace. We zijn echt een beetje klaar met het eten hier, dus ik wil even normaal eten. Ik heb een bolaatje besteld, pot van ijs gekregen en we hebben 2 keer pizza besteld. Net hebben we weer een goede keuze gemaakt. Een lekkere pizza. En kijk mij dan heel zielig. Ik dacht, nou, een lekker panini. Gewoon kaas met tomaat. Ik ga stuk. Nou jongens, ik ben in de hemel. Duty free. Wij gaan hier de cadeautjes ophalen voor onze moeders. Want wij hadden
ja, twee leuke tassen gehad. Kijk hoe mooi het boetje hier is. Lekker groot. Okay, we hebben van die koala snoepjes gekocht. Ik ben benieuwd of deze lekker zijn. Inmiddels heb ik al 13 video's gedownload en we zijn nog steeds niet gevlogen. Dus ik ben nog wel even zoet. Ik heb het allemaal gedownload. Wij zitten inmiddels in het vliegtuig en we moeten nog... En we vliegen eerst naar Singapore. Volgens mij over ongeveer 3 uur komen we daar aan. Ik ga even zo stil hier. Zo, blokje hem anders helemaal. Ja, maar hier is het zo donker anders toch. En dan moeten we daar even 6-7 uurtjes zitten. Mooie foto's heb ik van jou genomen, hè? Vind je mooi? Ja. Of nee, vind je die mooi? Ja, ik vind het wel tof hoor. Oké. Oké, dit is mijn eten. Ik heb pasta met kip. En Nessie heeft vis met rijst. Oh. Het ziet wel lekker eruit bij jou. Oké, guys, wij zijn net aangekomen in Singapore. Madam, everything alright with you? Nessie, I will bring your bags to the car, yes? Maar goed, we hadden net echt een discussie in het vliegtuig en Nessie zei dat Singapore een stad was. Ja, en Mirjam zegt dat Nepal in Afrika ligt. Volgens mij zijn we allebei even dom hoor. Guys, je hebt hier echt letterlijk alles wat je wil. Wel lachend, hè? Alle winkels heb je hier. Ik vind het best wel leuk. Het is gezellig hier. Guys, wij gaan naar de Butterfly Garden. Kijk, de eerste vlinder. Nessie is niet gekomen, want hij vond het niet zo leuk. Maar ik vind het wel leuk hier. Oké. Okay. We hebben nu een voetmassage genomen. Ja. Dat is echt lekker. Wij moeten door die kant op voor ons gate. Deze jongen heeft echt scheid aan het leven gewoon. Hij gaat gewoon op de grond slapen. En besef. Dit is voor mij. Slaap jij? Echt scheid aan het leven, Nessie. Guys, het is inmiddels 12 uur geweest. De dag is voorbij. Verder gaan we niks normaal vervliegen. En mijn batterij is op, dus ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie de baanvlogs leuk vonden. Ik heb niet elke dag gevlogd. En ik heb ook niet elke dag alles gevlogd. Wat jullie de vlogs toch leuk vonden. En ik zie jullie bij de vlog.